Mijn lezing heet Moeten we medelijden hebben met Katelijnen? Dus ik ga een beetje uit van voorkennis. Ik hoop dat u weet wie Katelijnen is. Dat is de naam. Katelijnen is het hoofdpersonage van mijn boek. En die roman die heet Dorstvloer vol confetti. Het is natuurlijk een grote eer dat er zoveel belangstelling is voor mijn boek. Ik krijg heel veel reacties, waarvan het overgrote deel positief is. En ik prijs mij daarmee gelukkig. Ook vanuit de reformatorische hoek wordt er positief gereageerd. Zij het met hier en daar een kanttekening. Ik wil enkele reacties citeren. Ze komen allemaal uit het Reformatorisch Dagblad. Dus u hoort helemaal niks nieuws. Annie de Bruin, die het boek recenseert, schrijft: daarmee houdt Dorstvloer vol confetti reformatorische lezers in het voorbijgaan een spiegel voor. Zie je alleen de buitenkant van het geloofsleven? Of heb je ook een vermoeden van het wezen? Weet je wat het is om in God te geloven? Om Jezus Christus lief te hebben? Of bestaat je houvast, net als voor Katelijnen, alleen uit verhalen en tradities om de angst te bezweren? En Gerard Ros uit Ede, een van de panelleden van de later in het RD gehouden discussie, zegt: dat is de les van dit boek. Als mensen alleen maar regeltjes hebben om hun leven te structureren en de dieperliggende overtuiging ontbreekt, dan kunnen ze die ook niet overbrengen op hun kinderen. En een week geleden stond er weer een brief in de krant. Frank Atreux krijgt wel veel aandacht in de krant. En dan sla ik een stukje over. Al lezend ben ik van Katelijnen gaan houden. Wat had ik graag nog eens met haar gepraat over de vragen waarmee ze na het huisbezoek op bed lag. En wat vind ik haar ongekunsteld als ze ook 's avonds in bed bidt voor de dief van haar oma's Statenbijbel. En wat zou ik graag nog eens een bandopname beluisteren van het belijdenisgesprek van de catechisanten, voorjaar 1999, in de consistoriekamer van de gereformeerde gemeente in Meeleskerken. Wat schiet er nu nog over? Gebed en hoop. En brengt de goede herder dit schaap weer thuis en roept hij dan vrienden en geburen samen. En dan gaan wij ook. We zijn dan blij met hem. Deze brief was van M. Dankers uit Den Helder. Deze drie citaten heb ik een aantal keren herlezen. En ik merkte dat er enkele vooronderstellingen in zitten die ik graag wil onderzoeken. Ik heb er drie. De eerste is: Dorstvloer vol confetti bekritiseert de buitenkant van het geloofsleven, de regeltjes, zonder dat er de liefde van Christus wordt uitgestraald. Tweede is: de auteur van Dorstvloer vol confetti heeft in haar opvoeding alleen die buitenkant ervaren. En drie, Katelijnen is iemand om medelijden mee te hebben. Nou, de eerste, de vermeende kritiek van het boek op het zouteloze christendom van alleen regels en geen uitstraling. In Katelijnen's leven spelen allerlei godsdienstig gemotiveerde regels een rol. Als ze de punten van de preek niet kan zeggen, kan het zomaar gebeuren dat ze nog een keertje extra naar de kerk moet. Met een bal spelen op zondag mag niet. En het hooi binnenhalen al helemaal niet. En dat is nog maar alleen hoofdstuk 1. Andere in het oog springende regels zijn: geen tv kijken, geen broek aan voor een meisje, zelfs niet anderen overal. Geen seks voor het huwelijk, niet naar de kermis en geen popmuziek. Alleen al het feit dat al deze zaken in een roman aan de orde komen, zegt al veel over de auteur. Want als de auteur daar geen probleem mee zou hebben, waarom worden ze dan zo uitgebreid beschreven? Laten we zo'n passage waarin deze regels aan de orde komen eens lezen. We zijn hier tenslotte bij elkaar om de kunst zelf te laten spreken. In de passage fietst Katelijnen met haar broer Jeroen naar Middelburg. Ze moeten medicijnen halen voor een zieke koe. En daarna doet het eigenlijk wel een zin in een ijsje. Ze fietsen dwars door de stad, waar flauwe muziek hun tegemoet komen. Boven de daken steekt een stuk van een reuzenrad uit. Kermis, zegt Jeroen. Och, arme, daar raken we nooit door. Je kunt toch lopen? Zetten we onze fietsen hier, zegt Katelijnen haastig. Bang dat het hele feest niet doorgaat. Als ze met de moeder was, zou die haar arm vastpakken en haar zo snel mogelijk meetrekken. Kan jouw fiets op slot? Vraagt Jeroen. Er zit geen slot op.
Katelijne parkeert hem daarom tegen een muur en Jeroen zet de zijne er tegenaan. Katelijne stapt achteruit en bekijkt de fietsen van een afstandje. Je ziet het bijna niet, zegt ze. Opeens staan ze op de markt. Plotselinge kantelen, knipperen en tollen van de schelle fruitella kleuren doet pijn aan haar ogen. De muziek gilt en dreunt en zeurt. Er is geen herkenbare melodie. De onnatuurlijke kleuren, het geflikken van de lichtjes. Het is te heftig, te veel ineens. Een te groot contrast met wat ze gewend is. De muziek maakt het haar onmogelijk zich op één ding tegelijk te concentreren. Ze kijkt opzij naar Jeroen die er rustig en onverstoorbaar uitziet. Hij is kleurenblind, denkt Katelijne, net als de opa dat was. Waarschijnlijk hebben alle toestellen voor hem de kleur van boterbabbelaars. Waar gaan we naartoe? Roept ze. Hadden we dat nodig? Twee meiden die vlak voor haar lopen kijken om. Ze hebben een grote dot roze watten in hun handen op een stokje. Af en toe pakken ze met hun handen een pluk uit en stoppen die in hun mond. Ik weet hoe dat heet, denkt Katelijne, maar ik kan het even niet opkomen. We zijn er bijna, antwoordt Jeroen. Hier is de Lange Delft. En de Lange Delft, daar zou het ijsje dan zijn. Opeens krijgt Jeroen een harde klap op zijn schouder. Hé, Minderhout, op stap met je meisje. Achter hen staat een jongen met korte stekeltjes en een knalrood hoofd. Hij grijnst naar Jeroen en werpt een vluchtige blik op haar. Zijn donkerblonde haar glimt van de ziel. Tussendoor schemert het zwaar wit van zijn hoofd uit. Naast hem staat een jongen met een buitenboordbeugel. Ook hij heeft vuurrode wangen. Allebei dragen ze aan de top een 1,5 liter fles Coca-Cola, waar al bijna de helft uit is. Het is mijn zusje, zegt Jeroen. Wat doen jullie hier? Wat we hier doen? Stronddraaien, nou goed. Tjongejonge. Wat dacht je van over de kermis lopen? Hij heeft al geschoten, zegt de andere jongen. 3 keer mis. Jeroen lacht onzeker. Nou, dan gaan ze dus niet alleen over de kermis lopen, maar ze gaan ook in een draaiding. Dan komen ze heel misselijk uit. En dat sla ik even over, want dat duurt een beetje lang, dat stukje. Katelijne is bezig iets te doen wat ze niet mag, volgens de godsdienstig gemotiveerde normen van de groep waarbinnen zij opgroeit. Ze stelt zich bloot aan werelds vermaak op een plaats waar ze God niet kan ontmoeten. Ze overschrijdt haar regel en dan volgt er straf. De vraag is of zij kritiek heeft op die regel en die straf.